Het is 7 januari 2009. We zijn op Kamp Holland in Taringkot. Het is ongeveer min 5 graden. Als commandant van de battlegroup nummer 8 ben ik een week of 6 geleden, eind november 2008, met mijn mannen en vrouwen afgereisd naar Oeroesgan. En we zijn eigenlijk vanaf dag 1 vol gas met operaties bezig geweest. Het belangrijkste militaire vraagstuk op dat moment is: wat doen we met de Baluchi-vallei? Een vallei waar in 2006 Marco Kroon hevig gevochten heeft en zijn militaire Willemsorde heeft verdiend. Een bolwerk op een kilometer of 10 van ons kamp en van de provinciehoofdstad, waar de Taliban eigenlijk vrij spel heeft. Hij kan daar in alle rust al zijn acties voorbereiden tegen de ISAF-troepen, tegen de Afghaanse politie, tegen het Afghaanse leger, Afghan National Army, de ANA, en ook tegen ons, tegen de ISAF-troepen. En eigenlijk zijn er twee opties. Optie 1, we gaan er echt serieus werk van maken. De Baluchi-vallei zuiveren van vijand, een patrouillebasis bouwen, waar vandaan we eigenlijk eerst gezamenlijk met het Afghaanse leger, en later kan dat Afghaanse leger dat zelf, intensief de Baluchi-vallei kunnen bepatrouilleren. Optie 2, eigenlijk doen wat we de afgelopen 2,5, 3 jaar hebben gedaan. Proberen het probleem zoveel mogelijk te containen en eigenlijk kijken hoe het zich verder ontwikkelt. Nou, de taskforce-commandant, hier ook aanwezig in de zaal, heeft zijn mind opgemaakt en heeft het besluit genomen dat ook voorgelegd aan de commandant van ISAF en ook aan de commandant de strijdkracht in Nederland. En beide geven groen licht en de battlegroup gaat de operatie uitvoeren. Grootste nadeel natuurlijk van optie 1 is als je met 800 man en 130 voertuigen een vallei inrijdt waarvan je weet dat die tegenstander beschikt over enorm veel bermbommen, IED's, Improvised Explosive Devices, en mijnen, dat je slachtoffers kunt gaan krijgen. Sterker nog, dat het heel waarschijnlijk is dat dat gaat gebeuren. Grote nadeel van optie 2, eigenlijk containen, is dat je op de langere termijn nog veel meer slachtoffers gaat krijgen. Niet alleen onder de ISAF-troepen, maar ook onder de bevolking, onder het Afghaanse leger en de politie. 3 weken daarvoor, op 19 december 2008, sneuvelde een van onze jongens. Sergeant Mark Wijd ging bij een actie in die Baluchi-vallei op een bermbom staan. Hij schoot een ander peloton, wat in de hinderlaag was gereden, te hulp met zijn peloton. En betaalde daar de hoogste prijs voor. En gisteren, op 6 januari 2009, sneuvelde een Special Forces operator van Task Force 66. Ervaren professional. En het was dus ook duidelijk dat in de Baluchi-vallei echt serieuze tegenstand te verwachten was. Ik voelde de behoefte als commandant om mijn man en vrouw toe te spreken. Om ze te vertellen waarom het belangrijk was dat we die operatie gingen uitvoeren. En normaal gesproken ga je achter je bureau zitten, je pakt een pen of de computer en je zet in een uur je toespraak op papier. Nu zat ik compleet niet goed in mijn vel. We hadden een intensieve voorbereidingsperiode achter de rug. Je wist wat komen gaat en ik had eigenlijk geen letter op papier gekregen. En toch voelde ik die behoefte om mijn mensen toe te spreken. Kijkt u naar beelden van dat moment. Morgen start de operatie Tura Guard. Operatie met alle risico's van dien. Het is ook een operatie in een gebied waar we tegenslagen kunnen gaan krijgen. En waarvan ik je nu al kan vertellen dat we die operatie gaan doorzetten. Ook bij een tegenslag. Het is ook een operatie dat geen geldingsactie actie is van wat er met Mark Wijk is gebeurd. Met de soldaat van Task Force 66 gisteren. Dit gaat maar om één ding. En dat is dat er over een maand in de Baluchi-vallei, waar we al 2,5 jaar bezig zijn, een patrouillebase staat. Waar wij samen vandaag gaan patrouilleren tot aan het einde van onze uitzending. Samen met de ANA. En waarbij we de bevolking, die voor het merendeel spuug en spuugzat is van het vechten na 7, 8 jaar. En op onze hand is, waarbij we die gaan helpen. Soldaat 1, de Hollander. Present. Op 1 uit 3, 4, present. Goeie zaak, jongen. Je hebt vandaag je werk gedaan. Bij de 25-check zag hij een kabel. Is de kabel gevolgd. Hij zag 20 liter HME in een duiker gestopt. Dat maakt het verschil. Dat maakt het verschil. En dat is wat ik hier de afgelopen 2,5 maand door de hele eenheid heb gemerkt. Of het nu een groep is die geïntegreerd met PRT, PSE op stap is. Of dat de infanteriepeloton is, of dat de genist is die de heuvel op komt searchen, waarvan we weten dat hij ramvol met IED's ligt.
dat die mensen gewoon hun werk doen als dat van ze gevraagd wordt. En dat gaan jullie ook doen. Dat maakt mij natuurlijk enorm tevreden en trots als commandant. Maar kan je zeggen, vorige week kwam de kolonel Matthijssen bij mij op bureau. Als commandanten onder elkaar. Verantwoordelijk voor een belangrijk deel van wat we hier doen. En toen hebben we het erover gehad. Moeten we deze actie doorzetten? Moeten we dit doen? Moeten wij de risico's nemen die we gaan nemen? Of mijden we het? Daar hebben we uitvoerig over gesproken. En ik denk dat het goed is dat we het gaan doen. Vandaag was ik op Atiek en daar zie je het succes van zo'n patrolbase. Daar zie je als we een patrolbase bouwen, en 3 maanden geleden was daar nog niks, dat we dan intensief dat gebied kunnen bepatrouilleren. Dat we projectjes kunnen opstarten, dat je dan ook ziet dat die bevolking 80-90% onze kant kiest. En dat is goed. Ik heb vertrouwen in jullie. Ik ben er ongelooflijk trots op. Ik ben er trots op de soldaat 1 de Hollander. Ik ben trots op de soldaat Wezenpoel. Die op de heuvel op 19 december zijn werk deed als CLS'er. Trots op de sergeant in het veld. En op de korporaal Pieternella. En de CLS'ers van 2-2. Die gisteren 10 gewonde locals, waaronder kinderen, met behoorlijk ernstige verwondingen hebben verbonden op Chora. Iedereen die hier staat, voelt dat dit anders is dan een oefening. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je een gevoel van twijfel hebt. Die twijfel is gewoon, die is normaal. Ik snap als je de green in gaat en je weet dat er IED-dreiging is, of een booby trap dreiging, dat je spichtig bent. En dat is goed, je moet spichtig zijn. Maar je moet ook de knop omzetten en dat gaan jullie ook doen. Je kijkt naar de vent links van je en de vent rechts van je. En je gaat samen de klus klaar. En 1 ding kan ik je zeggen. Ik ben onder de indruk van de manier waarop we samenwerken met elkaar. Gericht op 1 doel. En volgende maand dan sta ik midden in de Baloetje-Vallei. Op de patrolbase Marshal. Samen met de ANA-commandant van 2 Kandak. En dan zijn we daar keihard aan het werk. Tot aan het eind van de uitzending zijn we hier druk mee. Maar het is het goede om te doen. Het is het goede om nu Alpha 9 in te gaan. Ik wens jullie heel veel succes, sterkte en krijgsmansgeluk. Pelotons, kompieën, eenheden ter beschikking. Dankjewel. En op 8 januari zijn we voorwaarts gegaan. We zijn de Baloetje-Vallei ingetrokken en hebben daar 1 week of 2, 3 intensief de vallei gezuiverd van tegenstand. We zijn ook begonnen met het bouwen van de patrouillebasis en inderdaad half februari stonden we daar met de Afghaanse commandant van het Kandak. Er zijn geen gesneuvelden te betreuren in die periode. Wel een aantal mensen licht gewond geraakt. En wat zijn nu de takeaways? Wat zijn de lessons learned of zaken die interessant zijn om hier te delen? Ik denk in de eerste plaats moet je visie kloppen. Je moet er ongelooflijk goed als militaire verantwoordelijke commandant van overtuigd zijn dat de operatie het risico waard is. Je moet die risico's natuurlijk zo goed mogelijk in kaart brengen en er alles aan doen om die risico's zo klein mogelijk te maken. Maar als die visie niet klopt, als je daar geen goed gevoel bij hebt, stel je dan vooral de vraag, moeten we de actie gaan doen? Is het echt zo belangrijk? Ja, mitigeer de risico's en ga het vol gas uitvoeren. Het tweede punt, dat is het communiceren van de visie. Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is en ik denk dat de mensen er recht op hebben dat elke soldaat op individueel niveau van zijn commandant te horen krijgt waarom het belangrijk is dat hij zijn werk, zijn risicovolle werk gaat doen. En het communiceren, dat kun je nooit genoeg doen. Het derde punt is verwachtingenmanagement. Wind er geen doekjes om. Zeg zoals het is. Benoem de zaken die je moet benoemen. Mensen weten dat. Wij waren battlegroep 8 en toen wij begonnen met onze uitzending waren er al 17 man gesneuveld en een man of 100, 120 gewond geraakt. Dan weet je, statistisch gezien, dat in jouw tijd 2 of 3 man gaan sneuvelen en een man of vrouw of 10, 15 gewond gaan raken. Het vierde punt is voorbereiding. En voorbereiding begint vooral met het leren van anderen. Wij waren battlegroep 8. Dat betekent dat buitengewoon ervaren battlegroepcommandanten 1 tot en met 7 ervaringen hadden opgedaan waar we wat aan zouden kunnen hebben. En ik heb bijzonder veel gehad aan de gesprekken die ik met die commandanten heb gehad. Voorbereiding in zijn algemeenheid, onwaarschijnlijk belangrijk. En zeker in het militaire jargon zijn wargaming en rehearsal bekende begrippen. Scenario denken. Hebben we aan alles gedacht? Welke aannames hebben we gedaan?
Wat zijn de contingencies? Wat zijn de varianten die we moeten verzinnen? Als er toch dingen gebeuren die we niet verwachten. Want frictie gaat altijd optreden. Verschil tussen plan en uitvoering. Hoe gaan we daarmee om? En het laatste punt, dat is dat je eigenlijk de mensen probeert te inspireren tot het uiterste. En dat doen die mensen ook. En ik krijg vaak de vraag vanuit het bedrijfsleven nog wel eens van, hey, is dat leidinggeven onder extreme omstandigheden, zoals in het militaire bedrijf, is dat nu anders? Nou, nu heeft al gemerkt dat 80-90% is natuurlijk 1-op-1 hetzelfde. Visie ontwikkelen, visie communiceren, slimme scenarioplannen bedenken voor als er dingen toch anders gaan, flexibel inspelen op de situaties, is allemaal gelijk. Wat maakt het anders? Nou, misschien twee dingen. Als eerste denk ik dat de omstandigheden waarin wij onze besluiten moeten nemen, vaak toch anders zijn. 3-4 maanden van huis, weinig gegeten, slecht geslapen, -20, gewonden al gehad, misschien mensen al gesneuveld. Dat doet wat met je als commandant en dan is het belangrijk dat er mensen zijn die jou ook in de gaten houden. En het tweede punt is natuurlijk de gevolgen van je besluiten. Het zijn geen aandelenkoersen die kelderen. Het zijn toch echt serieuze dingen die kunnen gebeuren met mensen die je vaak zelf ook heel goed kent. En dat brengt me eigenlijk bij het slot. Is er dan een ultieme sleutel tot succes? Kun je dan één ding benoemen wat uiteindelijk het verschil maakt? Ja, en ik denk dat dat kan. Want die staan namelijk aangetreden. Die staan daar aangetreden, dat zijn onze mensen. Dat zijn onze soldaten, onze mannen en vrouwen. Die precies doen wat wij ze opdragen. Die datgene doen wat op dat moment nodig is. Ongeacht vaak de consequenties voor hunzelf. Kernwaarde moed. Ze doen dat ook als ze tegenslagen hebben gehad. En ik kan me nog herinneren dat we in 3 minuten in de Baluchi-vallei 5-6 dingen tegelijk hadden lopen. Infanterie was bezig met het vormen van een brughoofd, dus die waren de eerste huizen echt aan het zuiveren. Op hetzelfde moment vloog een Canadese F-18 over die de Taliban aan het bombarderen was. De bermbommenspecialisten waren bezig met het ontmantelen van een improvised explosive device, een bermbom. De helikopter kwam binnen om gewonden af te voeren. En op 100, 150 meter van de bataljon CP zagen we een rookpluim, zagen we Fennec en hoorden we over de radio 06 IED strike, wacht uit. En dan weet je, met een Fennec op een IED, dat is slecht nieuws. Gelukkig zat een man rechtsachterin niet in het voertuig, die stond het voertuig te gidsen en raakte de bermbom het voertuig rechtsachter. En dat is dan dat krijgsmansgeluk. Maar wat ik wil aangeven is dat moed en veerkracht blijven doorgaan, dat dat in onze mensen zit. En dat zit erin omdat de mensen vooral ook toegewijd zijn. Ze zijn echt toegewijd om de opdracht tot het uiterste uit te voeren. En toen in de Baluchi-vallei en nu nog vandaag de dag, ja, is het een buitengewoon voorrecht om leiding te mogen geven aan de mensen van onze krijgsmacht. Dank u wel.